Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door I am Weather, de weertool voor de echte weerliefhebber. Ontdek het op iamweather.com. Goedendag, de meteorologische lente is vandaag van start gegaan op 1 maart en deze hond die genoten zo te zien ook van, van het zonnetje waar we zeker vrijdagochtend nog wel even mee te maken hadden. Maar in de loop van de dag nam de bewolking vanuit het zuiden toch weer toe en viel er her en der wat regen. Nou, of dat regenachtige en zachte weerbeeld ook de komende weken gaat voortzetten, daar ga ik in deze 30-daagse verwachting verder op in. Eerst nog even een korte terugblik naar februari, want het was wel echt een maand met enkele records. Met name de temperatuur die stak er bovenuit, maar liefst 8,2 graden gemiddeld ten opzichte van 4,2 graden normaal. Een dik record voor februari. En om het even in perspectief te plaatsen, zelfs voor maart zou dit een top 10 notering hebben opgeleverd qua temperatuur. De normale maartmaand is ongeveer 6,5 graden en daar zouden we in deze februari maand dus zelfs bovenuit zijn gekomen. Laten we even zien hoe zacht februari was. Daarnaast werd met die zuidwestelijke wind ook vaak hele vochtige lucht aangevoerd en dus hadden we ook meer regen dan gemiddeld, veel meer regen, bijna 120 mm ten opzichte van 63 mm normaal. En we hadden vaak te maken met bewolking waardoor de zonuren echt wel tegenvielen. Het was vaak wel echt grauw en grijs. Met zo'n 52 uur, echt wel beduidend minder dan de 96 uur die we gemiddeld in een februari maand mogen verwachten. Ook maart start echt nog wel wisselvallig met regelmatig nog regenzones die overtrekken. Maar in de loop van de eerste week van maart trekt de lage druk zich een beetje terug op de oceaan en bouwt zich een hoge drukgebied op ten noorden van ons in Scandinavië. En dat gaat ons weerbeeld dan wel bepalen. En dan krijgen we echt wel met een wat ander weerbeeld te maken. Vaak droge weer, meer ruimte voor de zon. En de temperatuur dat is nog wel erg onzeker, want dat ligt er heel erg aan waar die kern van het hoge teruggebied komt te liggen. Komt die heel noordelijk terecht, dan zou het zomaar kunnen dat er wat koude lucht vanuit het oosten van Europa Nederland gaat binnencijpelen en dan stijgen ook de kansen op nachtvorst. Mocht die kern zich iets zuidelijker gaan beginnen, bevinden, dan gaat die stroming meer richting het zuiden kantelen en dan kan er misschien echt wel wat zachtere lucht in Nederland binnenstromen, met misschien wel maximum temperaturen boven 15 graden. En dan kun je echt wel spreken van lenteweer. Die positieve afwijking die zien we ook goed terug in het Europees weermodel voor de eerste week van maart, 4 tot 11 maart. Zo'n 1 tot 3 graden in de plus voor onze omgeving, maar ook grote delen van Europa doen daaraan mee. Echt wel heel erg zacht weer. Daar hebben we allemaal te danken aan die aflandige stroming. Een hoogdrukgebied dus ten noorden van ons, met daartussenin die wind die vaak de zuidoosthoek opzoekt. Mocht er dus wat hoogtekouw meekomen vanuit het oosten van Europa, dan kan het ietsje kouder gaan uitvallen... En als in de nachten bijvoorbeeld de wind gaat wegvallen en er opklaringen zijn onder zo'n hoge drukgebied, dan kan het in de nachten echt wel wat vorst gaan opleveren. Dus daar kan je ook wel even rekening mee houden als je vroeg de deur uit moet de komende week. Onder een hoge drukgebied is het natuurlijk ook droger dan gemiddeld, Dat zien we ook goed terug hier op deze kaart. Zo'n 10 tot 30 mm minder dan normaal. Maar het is al een droge maand, dus dan kunnen we echt wel een aantal droge dagen gaan verwachten. Als het zonnetje er dan ook nog even bij komt, dan is het echt wel mooi lenteweer. Ik denk dat veel mensen daar toch ook wel aan toe zijn. Kijken we naar de week daarna, dan zien we in eerste instantie nog weinig verandering. Bij ons eh, nog steeds een afwijking in de plus, van 1 tot 3 graden boven normaal. Maar kijken we iets verder naar het noorden, dan neemt daar de negatieve afwijking wel toe. En dat is toch even wel iets om rekening mee te houden. Mocht dat allemaal ietsje zuidelijker terechtkomen en bij ons die stroming meer vanuit het oosten gaan waaien. Dan kan het toch wel een stuk kouder gaan uitvallen. Zeker overdag. Als de wind dan ook nog stevig doorwaait, kan het echt wel wat koeler gaan aanvoelen. Kijken we nog een weekje later, dan neemt die invloed van hoge druk langzaam wel af. Bij ons zien we weer een negatieve afwijking wat betreft de luchtdruk. En dat betekent dus ook dat de neerslagkansen langzaamaan weer wat gaan toenemen. Zoals ik al zei, maart is niet een al te natte maand. Dus daar moeten we wel rekening mee houden bij deze afwijkingen. Maar enkele buien kunnen dan echt wel weer voorkomen. Maar als het tussendoor dan toch ook weer een zonnetje is, dan valt het allemaal ook wel mee. Dan nog een klein doorkijkje naar het einde van maart, begin april. Een echte zachte maand, ja dat zit er dus echt niet in. We zien eigenlijk die positieve afwijkingen wel verdwijnen, ook boven onze omgeving, rond normaal. Maar in Scandinavië echt alweer kouder dan gemiddeld. En zoals ik net ook al zei, als alles wat zuidelijker terechtkomt, dan kan het bij ons misschien ook wat koeler gaan worden. Ik denk wel dat de maartmaand zeker koeler gaat verlopen dan de februari-maand die we afgelopen februari hebben gehad. Dat is natuurlijk ook niet al te moeilijk. Maar als ik deze weerkaarten zo zie, dan hoeven we geen al te zachte maand te gaan verwachten. Kijken we nog even naar de weerregimes. Met welk weerregime krijgen we de komende weken te maken? Nou, eerst is dat geblokkeerde patroon echt wel duidelijk aanwezig. Hoge druk boven Scandinavië met bij ons dus ook vrij rustig weer. Ook koele omstandigheden in de nachten. Het kan echt wel weer af en toe tot vorst gaan komen. Overdag, dus nog wat onzeker hoe hoog die temperatuur gaat uitkomen. Als hij meer uit het zuiden komt, de wind, dan kan de temperatuur echt wel gaan oplopen naar 15 graden. Komt die weer vanuit het oosten en komt er wat hoogte kou mee, dan blijft die temperatuur toch vaak steken rond een graad of 10 de laatste weken van maart dan is het weerbeeld toch vrij onduidelijk of de weer regimes moet ik zeggen er is geen duidelijk patroon wat wel duidelijk is is dat het NAO+ patroon dat is de westelijke stroming waar we eigenlijk de afgelopen maanden mee te maken hebben gehad dat die niet echt dominant wordt dus heel erg wisselvallig weer hoeven we dan ook weer niet te verwachten Samenvattend, de komende weken wordt het echt wel een stuk droger en waarschijnlijk vrij zacht voor de tijd van het jaar. Meer ruimte voor de zon en dan kan dat lentegevoel echt wel even binnenkomen. We liggen wel onder een drukgebied en daarmee stijgt in de nacht de kans op wat vorst. Zeker als de wind wegvalt en er zijn wat opklaringen, moeten we daar rekening mee houden. Later in maart dan wordt het mogelijk weer wat wisselvalliger en wat minder zacht. Maar het is nog wel erg onzeker, komen we uiteraard in een nieuwe 30-daagse uitgebreid op terug. Tot de volgende keer.